Na de interlandbreek is het natuurlijk altijd moeilijk om het team weer te motiveren om in de reguliere competitie weer te gaan spelen. Fortuna moest deze zondag tegen Excelsior spelen. Na 2 overwinningen kwam er vandaag gelukkig de 3e overwinning aan. We spraken met de doelpuntenmakers Feli Delico, Alieke Teun en natuurlijk met coach Roger Reinders, die alle 3 natuurlijk zeer tevreden zijn. Proficiat, een mooie 5-0 overwinning. En de eerste 30 minuten, het zag er een beetje stroperig uit. Maar daarna open jij de score 1-0 in de 30e minuut. Hoe beviel het jou vandaag? Ja, eerst moest er allemaal precies wat inkomen. Maar denk één keer als we dan, denk wel dat we hadden balbezit en hadden mooie combinaties. En dan uiteindelijk ja, valt die goal dan. En dan waren we toch wat meer op ons gemak. En dan valt ook tamelijk snel de 2e goal. En dan hebben we het gewoon mooi op een volwassen manier gewoon uitgespeeld. Ja, het is allemaal moeilijk, want er zitten natuurlijk veel internationals bij jullie in het team. Niet alleen in Nederland, maar ook in België. En dan moet je naar die interlandbreek weer beginnen. Hoe moeilijk is dat? Inderdaad, we hebben ook maar 2 dagen gehad om echt deze wedstrijd voor te bereiden. Maar ik denk dat we allemaal wel gewoon verstandig genoeg zijn om daarmee om te gaan. En gewoon, we hadden een plan en we hebben dat plan ook 2 dagen kunnen trainen. En ik denk dat het wel... Ik denk dat we er allemaal wel stonden vandaag. En jij bent natuurlijk heel goed uit die interlandperiode gekomen. Want die eerste wedstrijd op die vrijdag tegen Nederland. Een mooie 2-1 overwinning voor België. We hebben een goede week gehad. En het kon eigenlijk nog beter. Maar ja, met 4 of 6 zijn we heel tevreden. En kom ik zeker goed uit. Het is wel leuk terugkomen zo. Ja, en je wint van Nederland. Dat is toch wel echt een angstrekener voor België, lijkt me. Gewoon een goed plan. En als het dan nog werkt en dan win je. Ja, het was gewoon heel mooi. En ik heb niet snel die wedstrijd vergeten. Ja, en dan volgt dit dan, een 5-0 overwinning. Gewoon een regelmatige overwinning. Ja, helemaal te gek natuurlijk. Koploper in de Eredivisie. Ik denk dat ik vannacht wel goed ga slapen, denk ik. Dat is duidelijk. Ja. Jullie gaan dit niet vieren? Ja, een klein beetje vieren, denk ik. Maar we moeten verder. We hebben vrijdag terug een wedstrijd. Dus ik denk gewoon even vieren en dan knop omdraaien en door naar vrijdag. Alieke, je maakte 2-0, maar dat was volgens mij ongeveer 30 meter, die vrije trap. Ja, ik weet niet precies van hoeveel meter die was, maar het was een aardig stukje inderdaad. Maar ik dacht, de eerste keer schoot ik hem in de muur, dus ik dacht, probeer het nog een keer en toen vloog hij erin. En dan, ja goed, je hebt gisteren nog op getraind. Je traint wel vaker op die vrije trappen, maar wat voor gevoel geeft dat als je die dan toch uiteindelijk erin gaat? Ja, het geeft natuurlijk een supergoed gevoel. We hebben inderdaad, we oefenen er wel steeds vaker op in hoe we schieten. Ja, hoe de muur staat, hoe je over de muur heen schiet, ja, daar trainen we wel op. Dus dan is het ook mooi om te zien dat je het oefent en dat het dan ook gebeurt eigenlijk.
Hoe ben je zelf uit de interlandperiode gekomen? Je hebt onder de 23 gespeeld, 2 wedstrijden. Heb je veel gespeeld? Ja, ik heb zelf alle beide wedstrijden gespeeld. We hebben tegen Italië en tegen Portugal gespeeld. En allebei hebben we 3-0 tegen Italië gewonnen en 4-0 tegen Portugal. Dus dat waren goede uitslagen. Dan is die 5-0 niet verwonderlijk na een 3 en een 4-0. Hè? Moeten ze nog scoren natuurlijk en ze moeten er nog maar ingaan. En gelukkig is dat allemaal gelukt, ja. Maar als je dan ziet ook in de tweede helft 2 kopgolen uit corners. Ja. 2 uitgespeelde aanvallen en dan die vrije trap van jou. Eigenlijk van alles iets. Ik zei al, we hebben ook 5 verschillende doelpuntenmakers. Dus dat is natuurlijk mooi. En ook 2 mooi uitgespeelde aanvallen en een vrije bal. Dus eigenlijk van alles wat. Ja, het loopt fantastisch. Ja, het loopt wel goed. We hebben nu natuurlijk 3 wedstrijden, 9 punten. Dat is een beter begin dan afgelopen seizoen. Dus ik hoop dat we deze lijn gewoon op deze manier door kunnen trekken. Ja, Roger, allereerst proficiat 5-0 overwinning. Maar wie lastig is het om nou een interlandperiode de speelsters weer terug te krijgen en ze weer kloor te krijgen voor zijn wedstrijd? Maar zal je kijken, we hebben hier verleden ook iedereen gespeeld. Boet het feit dat ze eigenlijk maar 2 trainingen hebben om zich verder voor te bereiden op de wedstrijd wat Kump. Maar ook, hoe komen ze vervolgens binnen? Als het gaat over blessures, als het gaat over fitheid. Hoeveel hebben ze gespeeld? En door gaat ze naar Kiek en probeert ze een elftal samen te stellen. Ja, de eerste 30 minuten, zag ik al eerder in een interview, leek nogal erg stroperig. Het ging ja, traag, het lukte niet alle nee. Maar Robins geeft echt alles los. Ja, maar goed. Dat op een gegeven moment komt ze ook wat makkelijker erin. Gewoon ze elkaar ook wat makkelijker vinden. Ja, en dan zus ook dat ze meer hebben dan Excelsior. En dat zus ook in het spel vervolgens gedurende de wedstrijd terug. Ja, en dan zus ook de trainingselement die wat Geer iedere dag doet voeren. Dat echt uitgevoerd wordt in de vrije trap. Dat wat in eens erin geeft. Corners die met een kubbal beëindigd werden en ook hun uitgespeelde goalen. Ik vond met name de, moet ik even kijken welke dat woorden, de bal achter de laatste lijn op Veli. Ja, dat vond ik echt een mooie goal. En vervolgens inderdaad, als het gaat de voorspelervattingen, ja, daar hebben we in ieder geval onze aandacht voor. Daar kunnen we nog meer aandacht voor hebben. Maar eerst maar eens het voetballende gedeelte. Daar gaat heel veel in zitten. En daar zien ze gelukkig inderdaad, ja, wie succes, dingen van truc. En eigenlijk ook genoeg mogelijkheden om te wisselen. Want Tessa Willard deed niet met. Die had ook natuurlijk zware interlands gespeeld. En zo zijn er nog meerdere geweest, de IJslandse dames. En zo kijk ze ook. Hè. Nou, Tessa Willard heeft 2 interlands volledig 90 minuten gespeeld. Tegen Nederland en tegen Schotland. Hetzelfde geldt voor Hildo, die heeft tegen Duitsland gespeeld en tegen Wales. Ah, dat zijn internationale wedstrijden op topniveau. Ja, en dan doorwoveren in ieder geval de rekening met kennen houden. Want het gaat wel om wedstrijden winnen. En dat blijft het uitgangspunt. En een elftal samenstellen, dat kind winnen. Nou, daar hebben we nog gekeken en door een keuzes gemaakt. En dat heeft in ieder geval vandaag goed uitgepakt. Moet toch heerlijk zijn als coach zijn van zo'n team. Om zoveel internationals te hebben en die toch samen 1 team vormen. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Ik denk dat het goed is om met die internationals allemaal. Want toen geef je toch terug naar die eigen land. Door trends en door speel ze met de beste. Doe speels tegen de beste. Ja, uiteindelijk werden we er ook weer beter van. Ja, na 3 wedstrijden gewoon ongeslagen. Koploper in de Eredivisie. Ziet er beter goed in het begin van het vorig jaar? Hè? Het begin is goed, maar we zijn 3 wedstrijden ver. Dus wat dat betreft, we zijn er blij met. Pas op, begrijp me niet verkeerd. We zijn er hartstikke blij met. Maar goed, we willen meer. Dus een aardig begin.